Prins Lex van Venlo en onze prins Bart troffen elkaar maandagmorgen in het stadhuis in Nijmegen. Burgemeester Bruls, Limburger en oud-burgemeester van Venlo ontvingen beide prinsen in de Drijvenzaal. Een van de adjudanten van prins Lex woont in Nijmegen, maar viert dit jaar dus carnaval in Venlo. Ik woon sinds kort weer in Nijmegen. Dus ik heb hier eerder 7 jaar gewoond. En het is heel mooi om nou weer op deze plek terug te zijn. Maar ook mijn hart ligt in Venlo, waar ik geboren ben. En waar ik dus dit jaar uitgeroepen ben als adjudant. Dus dat maakt het heel bijzonder om dan hier uitgenodigd te worden. En met de traditie van hier ook, ook te ontmoeten, zeg maar. Het komt niet zo vaak voor dat de prins uit Venlo naar Nijmegen komt. En al helemaal niet dat ik op maandagochtend in het stadhuis sta. Met het hele gevolg uit Venlo en met mijn eigen gevolg. Dus een bijzonder moment. Het is een eer om in Nijmegen ontvangen te worden. Dat gebeurt normaal nooit. Maar nu wel, omdat mijn adjudant Martijn dus hier vandaan komt. En de burgemeester van jullie, burgemeester Bruls, is mijn of onze oude burgemeester van Venlo. Dus dan komen allerlei dingetjes samen. Dan moet je dat wel even elkaar ontmoeten, ja. Behalve het gezellig samen zijn, werd er ook nog over en weer wat cadeautjes uitgedeeld.